Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Ik voel me al een stukje beter. Het is 8:20 uur. De kids zijn met Remco mee naar school, naar de crash. En dat geeft me wel even rust, want ik mag de kinderen niet optillen. En Mem heeft natuurlijk door dat er iets is. Hij zegt, oh mama, auw, weet je, hij heeft ook de pleisters op mijn buik gezien en zo. En ik mag ze gewoon niet optillen. Ik mag niet meer dan 2,5 kilo optillen. Maar goed, ik mag straks om 11 uur gaan eten. En mijn laatste maaltijd was zondag 7 uur. Dus als ik vandaag dinsdag 11 uur eet, is meer dan 2 dagen geleden dat ik gegeten heb. Dus ik denk dat ik me wel beter ga voelen als ik eet. En ik ga waarschijnlijk een paar lepeltjes yoghurt of Brinta nemen. Voor mijn gevoel heb ik echt reuze honger. Dus eet ik echt dat hele bak Brinta op. Maar mijn maag is nu nog maar zo. In plaats van zo. Dus voor mijn gevoel, ja, mijn hersenen zeggen nog dat ik dezelfde capaciteit als daarvoor kan eten. Maar dat kan dus niet meer. Dus ik ben echt benieuwd hoe dat gaat. Maar ik kijk er wel naar uit. Ik heb pijnstilling gehad gisternacht. Wat zwaardere pijnstilling genomen. Vanochtend alleen paracetamol. En het gaat wel eigenlijk. Vergeleken met gisteren is dit nog wel te doen. Nu heb ik gewoon het gevoel, weet je, als je een boel laat. Of als je gewoon even ongemakkelijk ligt. Dan voel je wel wat. Maar verder, ik heb ook gewoon geholpen met de kids aankleden. En ik heb al heen en weer gelopen. En ik heb ook wel oké geslapen. Dus dat scheelt wel. En weet je, gisteren kwamen er ook meiden langs. Die donderdag of vrijdag zijn geopereerd. En die stonden gewoon zo naast mijn bed. En die zeiden, oh ja, na 2 dagen wordt het echt beter. En die stonden gewoon huppelend naast mijn bed. Ik dacht, oké. Nou, zo voelde ik me dus absoluut niet gisteren. Ik dacht, dat gaat nog zeker weken duren voordat ik dat kan. Maar als ik kijk naar hoe ik me nu voel, dan herstelt dat wel snel. In ieder geval wel de pijn. De arts gaat mij vandaag bellen. En vraagt hoe het gaat en zo. Ik heb mijn temp gemeten, saturatie. Ik mag morgen weer terug naar het ziekenhuis. En dan laat ze, waarschijnlijk gaan ze weer checken en zo en even extra informatie geven. Wel fijn dat die narcose nu uitgewerkt is. Want dan kan ik in ieder geval normaal functioneren qua met mijn hersenen. Dus dat is het plan voor vandaag. En verder blijf ik nog steeds veel liggen. Maar ook af en toe gewoon lopen. That's it. Oh ja, wat ik vandaag ook nog mag is gaan douchen. Ik mag straks gaan douchen en dan mag ik die pleisters eraf gaan halen. En dan mag ik het even afdrogen en dan weer nieuwe opplakken. Ik ben echt benieuwd hoe die gaatjes op mijn buik zijn nu. Maar ja, dat is een beetje de planning voor vandaag. Nee, het is wel lekker. Het is wel lekker. Ik weet nou niet of je goed kan voelen of je vol zit of niet. Nee, dat kun je niet. Want het vol ding van je maag is uitgeschakeld. Dat kun je niet zien. Mag ik water? Ja. Mag niet koud, hè? Ja, ik had dus een Brinta genomen. Een koude Brinta. En dit is alles wat ik op kan. Volgens mij was het hier. En dit stukje heb ik opgegeten. Of gedronken. En nu zit ik gewoon echt bomvol. Nou, maaltijd nummer 2. Aardbeien, 2 aardbeidjes geprakt met yoghurt. En dit lijkt zelfs veel hoor. Ik denk niet dat ik dit op kan. Oh ja, en met water moest ik oppassen tot ik 1/2 uur van tevoren. Een 1/2 uur daarna geen water drinkt dus. Dus daar moet ik ook echt serieus op letten. Ik heb nu net gedoucht. En ik heb de pleisters eraf gehaald. Qua pijn valt het allemaal mee. En ik ga jullie even de wondjes laten zien. Als jullie dat trouwens niet willen zien, dan moet je nu even doorscrollen. De
wondjes vallen mee. Ze lekken ook niet. Wat ik nu ga doen is nog een keer plakken. Ik heb er weer 5. Morgen ga ik dus naar het ziekenhuis en dan gaan zij het controleren. En dan kijk ik wel wat ze zeggen. Maar voor nu moet ik even wachten tot het goed droogt. En daarna weer plakken. Papa. Kiddo's. They are back. Die? Ja, Nijntje. Dit is mijn avondeten. Gemalen kip gehakt. En aardappelpuree. En het idee is eerst om de proteïne op te eten. Dat is de kip dus. Daarna koolhydraten. En als ik dan nog ruimte heb, groenten. Nou, het avondeten is dus helemaal niet goed gevallen. Mijn maag was zo van streek. Echt. En ik moest nog 2 paracetamolletjes nemen. Het is maar met 1 gelukt. Sowieso is het een hel om paracetamol te nemen nu. Dus ik heb er maar 1 genomen. Toen kreeg ik allemaal kotsneigingen, zeg maar. Hokhalsneigingen. En meestal, er komt niks uit hoor. Want mijn maag is zo klein en leeg. Maar heb je dat gedaan? Heb je die hokhalsneigingen gehad? En dan voel je een heel stuk beter daarna. Even al die gassen en lucht eruit. En paracetamol gaat er niet worden. Ik moet hierna nog wel kwark eten. Want proteïne heb ik veel te weinig gehad. En water drinken. En daarna kan ik toch gaan slapen. Al lig ik wel in bed. Want na het eten voelde ik me echt beroerd. Dus dat is het voor vandaag. Verder ga ik gewoon lekker... Ik zie uit, jongens. Oh mijn god. Die puist hier. Wel grappig dat die puist hier, die heb ik al heel lang. Die is zwaar verminderd na de operatie. Kleiner geworden. Maar goed, verder ga ik dus gewoon lekker slapen. En verder... Helemaal niks meer. Ik kan zelfs tv niet verdragen.